Welke bipproef whisky, een paar? Ik heb slubs op mijn buik. Heb je mond leeg? Ja. Welke bipproef whisky? Oh, kom op dan. Welke bipproef whisky, mijn paar? Ik ben Snoop. Ik ben Rick. Dit is de Campbell Town waar Snoop op een hoop was de vorige keer dat we een opnemen waren. Ja. Kill Karen. Piet in Progress, batch nummer 5. Kilcarran is eigenlijk een zuster distillerij van Springbank. Oeh. Zeg ik nog goed, ja. En de Kilcarran whisky komt van de Glengyle distillerij. Nice. Ik weet vrij weinig van de distillerij af. Ik weet niet of jullie iets meer van weten. Nee, ik heb er 2 gehad, die waren lekker. Okay. Dat is het enige wat ik ervan weet. Okay. Ik heb het nog helemaal niet gehad, dus ik ben heel benieuwd. De Springbank heb ik wel gehad. Mm. En Long Row en Hazelburn heb ik gehad. Ah. En dat was allemaal heel goed. Ah. Dus mijn verwachtingen zijn hoog, zeg maar. Okay. Nou, de gerstenmout wordt in ieder geval echt onder de traditionele floor malting onderdaan bij Springbank. En ze zit eigenlijk vrij terughoudend met hun productie. Ze doen maar 3-4 maanden per jaar whisky produceren. Zie je ook aan de prijs. Ja, daar kom ik daar even op terug. Die komen iets van 600 of 650 vaten per jaar. Dus dat is vrij weinig. Dat is ook een beetje van hoe groot een distillerij is natuurlijk, maar dat zou weinig moeten zijn. Mm. De Piet in Progress. Wat dat precies zou moeten betekenen. Zijn ze naar een bepaalde richting uitgegaan met hun peated whiskies? Weet ik niet. Waarschijnlijk, ja. Dat zal het zijn. Ja. Dit is batch nummer 5. Ik heb toevallig een batch nummer 2 mogen proeven. Ik weet hoe die is en ik had een beetje een idee van welke kant op ze wilden gaan. Hier ben ik wel een beetje benieuwd naar. Mm, dat snap ik. Wat de variatie in zit. Mm. En voor de rest 85% op ex-bourbon en 15% op sherryvaten. 57,7%. Non-chill filter, niet bijgekleurd. Zoals het hoort, mooi. Zoals het hoort inderdaad. Ik ben wel heel benieuwd of dit echt richting Campbelltown gaat. Of dat toch richting... Ondanks het Piet invloed dat hij richting Isla gaat. Ja, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Om de missen om te zien te krijgen. Krijg je hem op? Nou, tot volgende week. Toen ik de naam doet me een beetje Iers aan Kilcarran. Ik dacht van dat moet de eerste whisky zijn, maar is toch? Nou, ik dacht meteen dat ik met mensen achter een Karen moest kunnen. Maar Kilcarran deed Iers omdat het. Ja, Kilcarran. Ja, Kilcarran. Kilcarran, agressief volk, man. Dat was ook een agressief volk. Kill! Dat was een agressieve plopping. Het zal wel vast iets in het Irish te betekenen, kill, nog iets. Ja, Kilbeggan inderdaad. De 21 jaar oude Kilbeggan heb ik gehad toen. En dat was echt geen erg lekker. Dat is mooi, ik heb Kilgomen. Ja, Kilgomen. Ja. Dat is een andere kil. Dat is een Schotse kil is dat. Ja, mooie kleur. Licht goud, licht geel. Maar perfect. Bijkleuren. Tegenstander van bijkleuren. Have you repeated? Nou, meningen zijn verdeeld. Ja. Ah, oké. Maar dat is onze eerste peated whisky van deze avond. Ja, maar dit is een Campbelltown die heavily peated is. Dus. Ja, maar het nogmaals, ik heb batch 2 al gehad en kom ik daar op terug. Die peat komt wel heel lekker aan nu. Dat is de eerste peated whisky van deze avond. En oké, ten opzichte van de Ardbeg of the Floric is ze niet heavily peated, maar... Ja, exact. Voor een Campbelltown is die heavily peated. Van een Campbelltown is die heavily peated. Ja. De 15 jaar oude Springbank is niet zo pieter als dit, zeg maar. Dat is echt flink wat meer gepiet dan de 15 jaar Springbank. Oh, dat ruikt al echt. Ja, ja. Ik hoop meteen wel... dat is wel... als hij zo smaakt zoals hij ruikt, dan word ik wel heel blij van, zeg maar. Hashtag McCallum. Hopelijk niet, McCallum. Effect. Ik moet meteen aan koekjes denken als ik ruik. Voor mij is het... Snap het. Is het een, de granen komen eigenlijk het meest naar voren. En het is een zoete granig iets. Die granen... Goed, zoete granen, maar na een flinke laag turf eerst.
Dus eerst een flinke laag turf. Nou, die flinke laag turf, dat is wel beter. Nou, ik krijg die turf wel echt goed binnen, hoor. Ik heb wel turf, maar... De flinke laag kan ik niet noemen. Nee. Ja, nou, flinke laag ten opzichte van de Arbeck. Dus de eerste geturfde whisky die we deze avond drinken, moet ik zeggen. Eerst een flinke laag turf en dan komt wat jij zegt inderdaad. Nou, qua... Nu de eerste indruk van op de neus... is gewoon een Cameltown whisky. We vinden het niet... Nou. Het gaat niet richting Isla. Nee. Maar een rekening houden met de whisky vind ik wel tot echt wel lekker flink wat durven. Heb je al eens oatcakes gehad? Dus een beetje havermoutkoekjes, cakejes. Ja. Ja, dat is voor mij namelijk de neus. En weer eikoud. Ja. ja, maar Maar geen blank eik, is wel geroosterd of veel blakend eik. Dat is wel heel uitnodigend. Ik ga eens proeven. Slaantje. Oh, dat is echt lekker. Carstrain Campbelltown. De Piet. Ja, ze noemen het Heavily Peated, maar ik vind dat Heavily Peated echt. Ik vind geen Piet. Ik vind het meer. Oekjar, houtskool. As. Dat. Ik krijg wel echt duchtig Piet. Echt wel, zeker weten. 100% Piet. No questions asked, Piet. Echt wel. Ik vind het echt meer naar geroosterd chart ook gaan. Oké, dat ook. Maar ik vind ook wel echt. Ik krijg echt wel Piet binnen, hoor. Ik heb wel wat turf trom, maar. Ik vind het wel heel. Je vindt het sumieren turf, ja? Want ik vind hem wel echt. Ik krijg wel echt wel wat turf binnen. Ja. Het zit erop. 100%. Maar. Wat me nu trouwens even op mijn tong, hè? Bij de afdronk, bij de tong. In één keer zo. Bacon. Bacon. Spek. Ham, spek. In één keer op de tong, op de afdronk. Heb ik niet. Oké. Dat is wel lekker. Beetje zo De afdronk is wel licht ziltig. Dan zeg ik de Campbelltown ziltigheid, maar ik vind het niet vleesachtig. Ik kan niet zeggen dat het richting bacon of spek gaat. Nee, dat had ik in één keer. De afdronk vind ik echt weer gewoon kampvuurrook, ziltig, beetje zeeluchtachtig. Nou, ik moet zeggen, tot nu toe ben ik... Dat is fantastisch. Ik vind het een fantastische whisky. Het is een hele lekkere whisky. Maar ik vind echt gewoon Campbelltown... rokerig, pietig, pietien, ik wil eigenlijk het woord pietij vrij heel subtiel gebruiken, want maar we hadden het net over, we hadden een whisky waar, welke was het nou? De Double Oak van Jim Beam, dat was echt flink eiken. Hier staat nu Heavily Peated op, en ik vind de piet echt gewoon reuze meevallen. Ik vind het een beetje tegenvallen als ik maar zijn qua turf. Nou, weet je, ik denk dat je het anders moet zien. Ik denk, als dit een Isla whisky was geweest en er stond Heavily Peated dan vind je dan door de man. Dan is die zo... Ja, dat wel. Ja. Maar, neus vind ik meer richting... De neus vind ik grain forward, is meer op de granen af. Dus ze hadden over de havermoutkoekjes een beetje oatcake-achtig iets. Misschien zelfs een beetje bladerdeeg-achtig. Dat boterroomig. Achtig graan, zoetigheid. Ja, op de mondsmaak is het meer richting fruit. En de rook wat erop zit is kamfeerrook, hout. Misschien houtskool wil ik ook niet zeggen. Nee, ik vind echt. Het is ook. Ja, maar het is lekker. Het klinkt misschien een beetje negatief, maar het is echt hartstikke lekker. Nee, maar dit is... Ik heb nog nooit zo'n whisky gehad die zo... Nee, ik vind het een hele lekkere whisky. Heel erg maar lekker. Maar ik snap, als je dit koopt als Heavily Peated, niet Heavily Peated is. Daar ga ik sowieso mee. Dat is niet... Er zit genoeg turf op, zeg maar. Dat wil ik zeggen. Ik vind dat er hier genoeg turf op zit. Ik kom even terug op batch 2. Dat was een Kilcarran die eigenlijk een Isla wilde zijn. Maar daar had je de smoked ham... spek bacon-achtig iets. En moest de turf wat prominenter aanwezig. Het was een beetje een beetje richting de outback-achtige turf-achtig iets. Een vleesachtige pietiness. Het is gewoon nog meer geturfd dan dit.
nog veel meer geturfd in jouw mening. Ja, maar ook een andere soort. Dit vind ik absoluut niet vleesachtig. Dit gaat meer richting granen en fruit. Mm. En de best twee was meer een vleesachtig geturfd. Ik zou de best twee in de label Heavily Peated geven als deze. Oké. Ik denk dat ik dan ook die heb gehad, want dat was wel echt turf voor wat, weet ik veel. Ja, maar wat ik zo grappig vind, zo midden op mijn tong zo, alsof ik gewoon een stukje spek heb gegeten. In één keer. Gewoon out of the blue in één keer. En ik blijf het ook steeds proeven als ik een nieuw slokje pak. Ja, dus ja, dat is gewoon een smaakervaring, denk ik. Maar heb je toen nog spek? Nee, helaas. Nee, maar dat is gewoon... misschien komt dat nog, ik weet niet. Nee, ja. Ja, nu hebben we allemaal al een momentje gehad. Het is wel top, ja. Ik denk dat ze de afgelopen 2 jaar gewoon vegan spek hebben gegeten. Ja, dat zal het zijn, ja. Gevoerd ook, hè. Zo hier met een stok, zo. Nee, maar ik moet zeggen, ik vind het een hele aparte whisky. En ik vind het echt een eer om te mogen proeven ook. Want ja, goed, er komen niet zomaar... ja, goed. Wat was die andere Kilcarran die je nog thuis had? De gewone... Wat is dat? 16? Nee, de 12 jaar volgens mij. Had ik maar de 16. Ja, oké. Okay. Maar goed, Kilcarran maakt lekkere whisky. Mm. Punt. Niks over te zeggen. En ik vind hem hoog genoeg een peat. Ik ben eigenlijk een peathead, zeg maar. Ik vind dat hij genoeg peat heeft. Oké, heavily peated, daar ben je met je eens. Oh, nee. Heavily peated ten opzichte van wat? Niet ten opzichte van Islay whisky. Zeker nee, niet. Nee. Maar goed, ten opzichte van Springbank 15, is dat heavily peated, vind ik. Ik vind hem gewoon een hele goede whisky. Met veel diepgang. Ja, meens. En dat alcoholpercentage drijft mooi die smaak. Ik vind hem wel echt... ik vind hem echt lekker. Ik ben zeker niet teleurgesteld, maar... Nee, ik ook niet. Nee, dus, zeker niet. Dus dat voldoet aan mijn verwachtingen wat ik had van de whisky. Kijk, drinken nu is een Islay whisky. Nee. Ga er niet ervan uit. Maar dat is geen Islay whisky. Nee, daarom. Ik vind hem echt lekker. Het is een lekkere Campbelltown whisky, ja. Misschien als je hem een tweede keer proeft op een andere setting. Misschien moet je hem een keer blanco drinken. Ja, dat denk ik sowieso. Dat je dan een keer blanco. En dan komt hij veel heftiger binnen dan. We hebben al wat gehad nu. Ook hoog alcohol. Als je hiermee begint een keer een dag, dan denk ik dat je wel denkt van zo. dat geef ik op een briefje. Dat je dat wel, dan ga je natuurlijk wel merken, zeg maar. Als je morgen wakker wordt, denk je boterham pindakaas. Kilcarran. Ja, qua prijs, de Kilcarran toen die pas uitkwam, in ieder geval, laten we zo zeggen, toen de Best 5 in eerste instantie op de markt kwam, zat die ongeveer tussen de 14 en 45 euro. Maar ja, je weet hoe het gaat. Snel uitgekocht, gaat de prijs omhoog. Als je een beetje op internet gaat kijken, denk dat je een gemiddelde prijs van 75 uitkomt. Uitschieters staan, daar buiten. Ja, maar ja. De gemiddelde prijs zit ongeveer om 75 euro. Dat is pittig. Stevig. Ja. Stevig, ja. Maar ja, Kilcarran staat er een beetje onbekend. Die doen de initiële verkoop is gewoon een prima prijsje. Ja. Maar de secondary sale, dus de tweede verkoop, dan gaat het gewoon omhoog. Maar goed, het wordt niet een hele grote... Ja, dit valt ook niet binnen de standaard reeks, want de reeks is 8, 12 of 16. Hè? Dit is iets wat ze tussendoor nog uitbrengen eigenlijk, een beetje alles op planken. Ja. Ik zal de 12 jaar een keer naar voren halen. Nou, bedankt voor het kijken. Ik ga achter Karen aan. Slaatje. Picture of water? Nee, picture. Koffie of foto. Foto of water. Oh, picture, mate. Not a picture. A picture. A picture of water. Tegenstander van bijkleuren. Echt waar? Wist je niet? Nee, ik blijf het gewoon zeggen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Stop met de bijkleuren. Waarom? Een kampvuurrook, ziltig, beetje zeeluchtachtig. Nee, maar dat was inderdaad... Een mosselmeurtje. Vind ik wel lekker trouwens.
Nee, ik had het één keer zo'n... Ik vind het niet fijn als de mos van neugt. Ik vind hem echt fucking lekker. Ik vind hem ook lekker. Nee, ik vind hem ook lekker, maar... We hebben de laatste paar afleveringen al wel, weet je, dat we op naam afgaan en dat niet helemaal klopt. En ik snap het. Maar volgens mij gaven ze aan dat dit op 80 ppm zou moeten zitten. 80? Ja, ja hebben ze heel veel eruit getestleerd. Ja, ik denk niet dat het, want de 10 jaar oude Outback zit op 60. Ja. Mooi man. Ja. Kill Karen. Good.